Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen. Die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrijden. Maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken. Die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een ei kan merken, ik weet niet eens of het standbeeld zelf wel wist dat het bestond. Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen. Die opgesloten liggen in een dichtgeslagen. Ik kan er met mijn vingers en mijn ogen